Gerwin van der Urk, van harte proficiat met je zilveren medaille, NK Cross, lange afstand. Hoe ging het? Nou, dankjewel. Ja, het ging eigenlijk hartstikke goed. Vanaf het begin af aan kon ik goed meekomen met de kop. En het voelde gewoon heel erg makkelijk. Dus ja, en ik had al verwacht dat ik bij de eerste drie zou kunnen komen. Het was alleen even afwachten hoe het zou verlopen, de wedstrijd en hoe het parcours erbij lag en zo. En het ging gewoon super lekker. Ja, en het voelde gewoon de hele wedstrijd sterk. Ook zelfs nog in de laatste ronde kon ik nog versnellen en zo. Dus daar was ik wel heel blij mee. Ja. Khalid Choukout was een maatje te groot vandaag. Ja. Maar ik denk dat voor veel mensen het een verrassing is dat jij zo sterk voor de dag kwam. Ja, maar de meeste mensen die een beetje blijven volgen, die weten dat ik op het NK de meeste wel sta. Vorig jaar was een beetje jammer, toen was ik ziek geworden. In ieder geval de week daarna werd ik meteen ziek. De volgende dag al naar het NK Cross. Toen ook te veel getraind, denk ik, dit seizoen. En dit seizoen een beetje anders aangepakt. Minder trainingen, maar wel wel redelijk wat kilometers nog steeds. En ik ben nu ook verwisseld van school. Eerst werkte ik, vorig jaar nog een jaar gewerkt. En nu ben ik weer gaan studeren. Dus het scheelt gewoon in de rust. En ik had gewoon een goede voorbereiding gehad. Nou, de laatste drie weken in Zuid-Afrika gebleven. Poogde. En dat heeft hem wel gedaan. Ja. Wat zijn je verdere plannen in de komende weken, de komende maanden? Eerst de komende weken in ieder geval genieten. En volgende week een beetje rustig aan nog. Ligt er al goed voet. En dan wil ik in Brunsum in Limburg 10 kilometer gaan lopen. De parelloop. En andere plannen in de loop van het zomerseizoen? Ja, proberen op de 5 kilometer een goede tijd neer te zetten en op de 3. Maar gewoon al mijn PR's weer aanscherpen en de 10 kilometer op de baan wil ik meedoen. En verder denk ik met competitie en misschien met de NK baan ook wel de stiepel. Gewoon, dat vond ik vorig jaar wel leuk, voor vorig jaar voor de eerste keer lopen. En ik vond het wel hartstikke leuk, ik leek een beetje op crossen, dus dat bevalt mij wel. Oké, hartstikke bedankt.